Oh, je bent nu al bezig? Ja, ik ben nu al bezig. Ja, daar zitten jullie graag op, hè, politici, ja, op het tapijt. Ja, dat ontbreekt hier allemaal. Ja, potje. Ik wil ook... Ja, vandaag bij ons in het vlog, werkeloos minister, Melanie Schultz. Welkom. Dank je. Melanie, hartstikke leuk dat je in het vlog zit. En ik hoop dat ik je snel weer zie. Dat we samen de VVD in Leiden tot grote hoogte kunnen gaan duwen. Nou ja, volgens mij moet hij er tegenaan gaan. Ja, jij bent, ik ben de lijstduwer. Nou, we gaan het vandaag hebben over het partijprogramma van de VVD. En? Deze. PvdA. Van de PvdA. Ja. Onder andere. Het oude kabinet toch? Joost, kan jij die Gijs Holla nog herinneren? Ja, die kan me nog wel herinneren. Ja, die ontkent dus dat hij ons vlog kent. Oh, is dat jouw vlog? Oh, ja, sorry. Dag Gijs, je zat er zelf in. Ik heb er nog nooit gekeken. Ja, ja. Echt? Ja. Ja, vind ik wel cool hoor, maar het slaat natuurlijk nergens op. Nou, dit is schandalig. Ik weet wel dat er over mijn vlogje over het busstation wat gezegd is. Ja. Vandaag is bekend geworden dat het busstation niet wordt verplaatst naar dit mooie Terweepark. De meeste mensen nemen filmpjes in de Leidsregio zo op en gaan ze heel in de camera kijken zonder enige vorm van levensvreugde. En dan praten ze heel, zo, heel saai in de camera. Zo nemen mensen hier filmpjes op. Over wie hebben jullie? Gijs Holla. Bijvoorbeeld. De Partij van de Arbeid gelooft er nog in. Die denken gewoon dat ze nog zetels gaan winnen hier bij de gemeenteraadsverkiezingen. Oh? Hoeveel zetels? 6. Serieus? Ja, makkelijk. Jij bent toch wel iets realistischer, hè? Ja, ik ga voor 7. Jij gaat voor 7? Ja. Ja. Gelukkig kan Anna er nog wel om lachen. Ik wil meer zetels dan het landelijk. Dus dat is minstens 10 zetels. Duwen ze bij de. Dan hebben we de laatste. Helma. Moet je? Ik wil ook. Hoeveel zetels dat? Minimaal 6. Minimaal 6. Ja. Okay. En het liefst een stuk of 10. Hey, we gaan het hebben over het VVD verkiezingsprogramma. Ja. Durven kiezen. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Dus ik moet snel mogelijk een baan. Ja, dat zegt de VVD in het eigen programma. Ja, maar hier ook. Voor de Leidenaren met een uitkering. Wachtgeld staat er niet, maar uitkering. Vragen we om een tegenprestatie te leveren. Ja, maar goed, daar ben ik ook lijstduwer. Ja. En nu in het vanaf. Ja, dat is... Oké. Want je hebt talenten en mogelijkheden, zegt je eigen programma. Ja. Kunnen we wel even een paar banen doornemen? Er is een burgemeesterschap van Amsterdam. Dan moet ik mijn stadje verlaten. Dat is geen goed idee, Leiden. Ja. Overijssel, dan zoek ik eens nog een commissaris. Dat is nog veel verder. Ja. Nou ja, dan hebben we hier nog een luchthaven in de buurt. Dat is in de buurt. Dat is makkelijk, heen en weer rijden Schiphol. Ja, maar ja, dat kan inderdaad. Maar dat is weer zo'n gedoe. Volgens mij wordt er al 2 jaar over gezeurd of ik daar nou directeur van word of niet. Ja, ik heb al een heleboel keer gezegd dat ik daar niet voor benaderd ben. En als ik wel benaderd word, lijkt me niet verstandig, want ik rij nog 2 jaar gezeur. Dus. Dat gaat niet gebeuren dus. Nee. Ik zat te lezen en heel af en toe kom je gewoon nou, bijna poëzie tegen in het... In het verkiezingsprogramma. Dat is mooi, hè, Joost? Ja. De VVD staat voor een veilige samenleving. Waarin iedereen meedoet. Ongeacht geloof, ras of achtergrond. Wij sluiten niemand uit. Niet afkomst, maar toekomst staat centraal. Niet geloof, maar gedrag. Niet de groep, maar het individu. De VVD accepteert niet dat mensen in een hoek worden gezet. Maar ook niet dat mensen dat zelf doen. Want wij liberalen zijn optimistisch en gaan uit van eigen kracht. Nou ja, ik vind dat wel mooi, hè? Ja. Ja, dat toch nog terug te vinden is dan. Ze hebben ook een soort Xenos-wijsheid, hebben ze erin gestopt. Een huis is meer dan een stapel baksteen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Dat is, wat zijn Xenos wijsheden? Ja, van die tegeltjesteksten. Ah, waar? Mijn home is mijn home. Dat soort... Ja, welkom. Ja. Van Durmaz. Een huis bouw je met stenen. Dat, ja. 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 Ik ben benieuwd. Ga je ze laten zien? Je hebt ze al gezien net. Ja. Ik speel nog een beetje mee. Dan heeft de Partij van de Arbeid de Leidse lijst. En dat zijn echt wel ambities voor 2030. Een stad zonder tweedeling. 0 gezinnen onder de armoedegrens. We willen 0 jongeren zonder opleiding of werk. 0 onveilige wegen en kruispunten. Ja, als je ze afsluit, dan moet dat wel lukken. Ja. 0
brommers of scooters in de stad op fossiele brandstof. Nul straten zonder groen. Ja, dit is dit. Op zich is het goed als je een ambitie hebt. Echt alles op nul. Visie, Joost. Ja, maar dat is wel mooi. Maar dan wordt het een soort... Dit lees je te snel als beloftes. En ze zijn hartstikke mooi, maar dat ga je gewoon ook in 2030 niet waarmaken. Nee, ik begrijp je punt. Maar we hebben nog 13 jaar om daar keihard aan te werken. En wat ons betreft gaan we het gewoon halen. Maar wat ik ook wel heel grappig vond, zowel bij de PvdA als bij de VVD, het woord duurzaam valt heel vaak. Ik zag ook inderdaad dat water een plek kreeg in de programma's. De VVD is heel erg voor, ook voor fietsen en meer grachten. Hoor ik nou een pleidooi voor dat we weer... We moeten weer gaan graven. Het is niet voor niets dat in het verleden mensen grachten maakten, want het water moest ergens naartoe. Wat trouwens opviel in beide programma's, zijn ze zo positief over de stad. Ja, ze allebei in het college hebben gezeten. Nee, maar het gaat goed met de stad. Ja. Kan wel beter, maar ze zijn wel gewoon... Ik heb niet in het college gezeten, ik ben ook heel positief over de stad. Winkels, nieuwe stegen die gemaakt worden. Horeca is echt in de loop der jaren stukken beter geworden. Ja. Bosjes bloemen op tafel, weet je. Het kan gewoon allemaal in Leiden. Ja, het kan gewoon. Ja. We komen richting einde. Oh nee, sommige mensen, we eindigen dit vlog met de vragen... Wilt u zeggen, make local great again? En sommigen willen dat niet meer, Joost. Ja, ik zag het. Make local great again. Dat vind ik zo erg, dat doe ik niet. Nee. Die, vind je die slogan erg? Ja, die ga ik niet zeggen. Als je me maar niet zo haar uitspraak laat doen. Nee, waarom? Wat vind je er erg aan dan? Ja, dat doet mij aan Amerika denken. En... Dat zit er in ervan. Ik volg Trump nogal. Ah, dus, ja. Maar het is ook een klein beetje een grapje, hè, Lisbeth? Dat grapje... Dat vind je geen leuk grapje. Nee. Jij wil dat wel? Ik heb echt geen enkele moeite mee. Want ik vind de gemeente echt het allerbelangrijkste wat er is. Lokale autonomie. Ik heb ook een omgevingswet gemaakt die weer alle macht neerlegt bij de gemeentes. Want hier wonen de mensen, hier werken de mensen, hier worden de banen gecreëerd, hier worden de vergunningen aangevraagd. Dus make local great again. Make local great again. Dat is jouw slogan, dus ik volg je op de vlog. Make local great again. Kijk, we zijn in de fractiekamer van de Partij van de Arbeid. En er zijn ineens allemaal rozen, Anna. Het is allemaal rood. Allemaal rood, rood. Zelfs in dit spaarrood hebben we dan ook nog. Kijk. Roos. Alles is rood hier. Dit ziet er allemaal weer wat chiquer uit. Chic, gewoon gezellig. Ben je hiernaast geweest? Alles is rood. Bank is rood. Alles is rood. Anna, hang daar op. Gezellig, hè? Anna, ook een beetje rood. Ja, kijk, ik mis hier iets van plush. Ik bedoel, ik zie het niet. Ja, daar zitten jullie graag op, hè, politici, op het plush. Dat ontbreekt hier allemaal. Ja, Mark. Grijs. Even je campagnefeestje. Een rode mok. Een rode mok. Helpt dat? Ja. De koningin en de koning hier staan. Nou, de oude. Niet vergeten, boven de deur. Ah, Thorbecke. Ja. Ja. En een beetje girl power, hè? Hmm.